Net voor de start van de kerstvakantie was er een extra feestje voorzien in de stedelijke basisschool Windekind in Denderbindeke. En dat heel speciaal voor onderwijzeres Annemarie Standaard, wel beter gekend als juffrouw Annemie, die ons uitlegde waarvoor dit allemaal gebeurde. Het is vandaag mijn laatste werkdag, dus ik ga met pensioen. En blijkbaar hebben de collega's ervoor gezorgd dat ze een feestje voor mij gemaakt hebben of gaan bouwen, of wat ik ook noemen moet. Ik weet dus van niks. Ik was deze morgen zeer verrast toen ik hier om 7:40 aankwam en de dranghekjes, onze schoolpoort is wel een stuk, maar de dranghekjes mooi versierd waren met twee grote harten en met allemaal mooie dingen erop. Dat was eventjes slikken. Juffrouw Annemie, u hebt gedurende al die jaren al veel meegemaakt, maar wat doet het gebeuren nu met u? Veel. Je kan dat eigenlijk moeilijk onder woorden brengen, zo van echt zo emotioneel gaat er even zo een knabbeltje en dan een traan. Na hoeveel jaren? Hier in Denderwindeke heb ik bijna 36 jaar lesgegeven, dus in totaal ga ik 40 jaar gewerkt hebben. Dus een carrière afsluiten na 40 jaar. Waar is het eigenlijk allemaal begonnen bij jou? Bij mij is het begonnen in het gemeenteschooltje in Eichem, in de Wilderstraat, dat er niet meer bestaat. Daar ben ik begonnen. In 1977. Een eerste en een tweede leerjaar samen, wat ik nog nooit gedaan heb. Het was een hele ervaring, maar alles is goed meegevallen. Het was leuk. En wat was het vervolg van uw loopbaan daarna? Daarna heb ik nog een jaartje lesgegeven op de Groeneweg. En dan op 1 oktober 1981 ben ik naar Denderwindeke gekomen en ben ik er gebleven. Hoeveel directeurs hebt u ondertussen al meegemaakt? Al verschillende waarschijnlijk dan? Dit is mijn vijfde directeur. Ik had eerst meester Frans Koppes, dan Maurice Koppes, dan meester Priem, dan mevrouw Marleen en nu meester Jeroen. Dat is mijn laatste directeur. Is er door de jaren heen veel veranderd in het onderwijs? Heel veel. Heel veel. Vroeger had je als leerkracht zo even nog een rustpauze thuis, maar nu is het altijd vernieuwing en bijscholingen en alles via computer en dit moet en dat moet. Heel veel werk. Het is niet meer wat ze zeggen, een meester heeft veel vakantie. Dat is niet waar. Zijn er zaken die u bijgebleven zijn de afgelopen jaren? Dat u zegt, dat is een anekdote dat ik nooit meer vergeet eigenlijk. Er zijn heel veel mooie momenten die we van kinderen die je zegt, ja, dat. En ook kinderen die bij mij nu als kind gezeten hebben, die nu hun kinderen ook nog bij mij gezeten hebben. Ik heb zelfs een collega die bij mij in de klas gezeten heeft in het derde leerjaar, die mijn collega is nu. Een collega, ja, waar ik eigenlijk zelf nog als kind bij gezeten heb toen ik 8 jaar was in het derde leerjaar. Heb ik de eer en het genoegen gehad om bij haar te mogen zitten. En dan ben ik naar Denderwindeke gekomen, 12 jaar geleden. En is zij mijn eerste collega geworden in het derde leerjaar. Dus dat wil al veel zeggen. En ook mooie momenten met de collega's beleefd. Zowel binnen de school als ook buiten de school. Echt dat je kan zeggen, bij elkaar eens gaan, een feest vieren, een collega verrassen. Na een receptie bij de directeur in zijn kelder gaan, een glaasje nog drinken. Dat was echt zo, echt fantastische momenten. Zij heeft natuurlijk 40 jaar prachtig werk verricht voor de school. Maar natuurlijk, het is een mijlpaal. Je wordt op pensioen gesteld en ja, het is plots gedaan met alle dagen kinderen te zien, collega's te zien. Dus ja, het is positief, maar van de andere kant, ja, we worden ouder en dat is ook natuurlijk zijn invloed. Hè. Wat voor een juf was dat eigenlijk? Het was een zeer aangename juf. De kinderen gingen graag bij haar. Zij was steeds bereid om een tandje bij te steken als wij iets vroegen voor iets te organiseren, een telefoontje te doen. Geen enkel probleem. Eigenlijk een kruin van een dame. Ik heb het net opgemerkt, hè. Was hij een beetje het schotenkindje van de juf? Ja, toch wel, toch wel. De juf heeft mij leren groentjes eten. Mijn mama maakte zich zorgen toen ik 8 jaar was. Ik lustte geen enkel groentje behalve spinazie, worteltjes. En ja, ons mama was dan altijd tegen juf Annemie van toe. Leerde ons dochter. Hè. En vandaar was dat elke keer als er iets was op de schoot van juf Annemie. Hoe was juffrouw Annemie eigenlijk in het derde leerjaar? Was dat een toffe juf? Een hele lieve, een zachte juf. Zat het ook met iedereen goed voor. En ja, als er een probleem was, kon je altijd bij haar terecht. Van hoeveel jaar geleden spreken we nu? Oh, bij mij van 34 jaar geleden. Zo lang al, hè? Zo lang al. Ik zeg dat niet graag, want dat wil zeggen dat ik ook wel stilletjes aan ouder word. Wat wens u juffrouw Annemie verder nog toe?
Ik wens Annemie heel veel plezier, heel veel deugd in de rest van haar dagen met alles wat ze doet. En dat ze nog vaak met haar zus kan naar de zee gaan. En in alle geval dat ze op regelmatige tijdstippen langskomt om een tas koffie of gewoon eens te komen kijken naar hoe het met de school gaat. Nu dat het genieten wordt voor u. Er is soms sprake bij mensen, ze gaan in een zwart gat vallen. Gaat dat bij u het geval zijn? Oh, absoluut niet. Ik zal denk ik tijd tekort hebben. Toch? Ja. Mijn hobby's, kantklossen, tekenen, al koken, ik ga tijd tekort hebben. En ik zal zeker ook wel nog eens een haatje vinden om naar school te komen. Toch een beetje spijt dat moet stoppen? Spijt een beetje wel, maar langs de andere kant is het voor mij nu genoeg geweest. Ik kan in schoonheid vertrekken en dat is voor mij heel belangrijk. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Dennenstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Dennenstreek via info@ninovmedia.tv of 0495 69 32 72.